Het gaat zowel over, ik noem het maar even, academia als de private sector. En hoe werken die twee met elkaar? Blijkbaar is er iets aan de hand. Dat geldt overigens niet alleen voor archeologie. Dat geldt eigenlijk voor heel Nederland volgens mij. Er is internet gekomen. En dat is niet de enige reden, maar ik denk wel een hele belangrijke. En daardoor gaat het niet alleen meer over kennis, maar vooral hoe je die kennis met elkaar deelt. Iedereen heeft die kennis tegenwoordig, want je hoeft maar online te zijn en je hebt de kennis. Je moet wel kunnen selecteren. Dus dat is niet meer het probleem. De vraag is, wat doen we nou met die kennis? Er zijn allemaal verschuivingen aan de gang, met name als je in de ruimtelijke ontwikkeling kijkt. En de bouwwereld heeft het denk ik nog 10 keer zo zwaar als wij als archeologen. Maar er zijn verschuivingen. Er bestaan geen kazernes meer. De kerken gaan, ik geloof dat er 10 per week dicht gaan. Het winkelconcept is totaal aan het verschuiven. Het kantorenconcept is totaal aan het verschuiven. De zorg verandert heel sterk. De hele reiswereld ligt op zijn kop. En voor een groot deel is dat te wijten aan de manier waarop wij met onze kennis omgaan. Vandaar dat ik ook die balans probeer te zoeken. Ik wil even kijken, als er iets aan de hand is, waar zit dat dan? Eens even terugkijkend voor mezelf. Hè. Er is blijkbaar een opgave, een rol voor archeologie. Dus te kijken wat we daar sectoraal van vinden. Ik zal er niet te diep op ingaan, want dat heeft de Maarten al gedaan. Wat vinden anderen daar eigenlijk van? Dat is denk ik veel belangrijker nog. Want wij werken niet alleen voor onszelf, maar we werken ook voor anderen. En dan blijkt dus dat die twee, als we daar verder gaan kijken, best eens met elkaar overeen zouden kunnen komen. Wat vinden wij op dit moment? Wat vinden anderen? En misschien kunnen we dat verbinden op een of andere manier. Hoe komen we daar? En uiteindelijk is natuurlijk de vraag, we hebben een soort van methodiek. Ik weet het ook niet. Wij doen natuurlijk als bedrijf ook maar wat. Hè? We verzinnen wat. En als mensen dat graag willen hebben, dan gaan we daarmee door. Ik heb de oplossing ook niet voor alles. Ik probeer tot een conclusie te komen uiteindelijk. Dit is ongeveer waar ik het over wil hebben. De situatie nu. Als je kijkt nu naar hoe wij als archeologen tegen ons vak aankijken, dan hebben we het planologisch al best aardig ingebed in een paar jaar. Echt knap wat er gebeurd is. Hoewel er nog 100 of 200 gemeenten misschien nog niet helemaal doen wat we willen, maar het is echt knap wat er gebeurt. We hebben de KNA in werking gekregen. De PVE's is het meest in vastgelegd. Wat wel het geval is daar, is dat het eigenlijk, wat we toen de tijd gedaan hebben, een kopie hebben bedacht van hoe we in ons academisch werk die archeologie zouden moeten inbedden. Dat wil zeggen, eigenlijk doen we ons werk, ik wil zeggen, volgens een wetenschappelijke methode. Dat is prima, hè, er is niks mis mee. Maar de vraag is, wat doe je daar nou nog meer mee dan alleen maar wetenschap bedrijven? Want dat is denk ik de ultieme kwestie als je het over draagvlak. Natuurlijk doen we ons werk wetenschappelijk. We doen ons werk niet academisch, denk ik, maar wel op een wetenschappelijke manier. De vraag is of we niet toch eens verder moeten denken. Wat we nu toe hebben is heel goed, maar ga verder. Even los van alle opmerkingen die Maarten al gemaakt heeft, waar ik het wel mee eens ben. We zijn met name bezig met data en sommige mensen zeggen kennisproductie. En dan klagen we vooral over het feit dat we geen draagvlak hebben en dat we vooral valorisatie, zoals het in de wetenschap heet, moeten krijgen en creëren. Als ik dan kijk naar de cirkel die daar voor jullie links staat, dan als ik de archeologie en onze werkzaamheden een beetje indeel in de activiteiten die wij doen, dan gaat het over behoud, over kennis en over gebruik van die kennis. En ik denk, althans dat is mijn dagelijkse praktijk, dat wij 90% van ons werk, of misschien wel 99% van ons werk besteden aan de kennisvermeerdering, kennisproductie. Je mag het ook dataproductie noemen als je niet helemaal eens bent met kennisproductie. Dat komt omdat wij wetenschappers zijn. Maar over het algemeen denken wij niet na aan het einde wat we daarmee gaan doen. We verzinnen dan een Oog voor Malta project. Maar vervolgens, dat is eigenlijk alleen maar voor onszelf, want de vraag is wie daar nog meer wat aan heeft. Wat heeft de maatschappij daar nou verder aan? Dus wat doen we nou met die kennis? Als ik kijk naar onze klanten en de markt en overheid, dan is een van de belangrijkste kritieken die ik voortdurend aan mijn hoofd slinger krijg, is dat we geen toegevoegde waarde leveren aan hun eigen proces. Wat moet ik ermee? En zoals bijna op zijn Cruyffiaans, als wij iets maken wat niemand wil hebben, dan is het altijd te duur. We zwinnen ons gesloten en sectoraal. Dat komt daardoor natuurlijk. We zijn te duur. We zijn onvolwassen. Je kunt allerlei andere dingen bedenken. We maken halfproducten.
En wij hebben het niet over commodificatie, zoals dat dan heet, in erfgoedtermen. Dat wil zeggen, wij maken geen producten waar andere mensen wat aan hebben. Of althans, veel te weinig. Er zijn natuurlijk wel bedrijven in Nederland, en er zijn steeds meer mensen die zich daar druk over maken, om rondleidingen te organiseren, tentoonstellingen te maken, maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over de fundamentele bijdrage aan de maatschappij. Dus, hoe zit het met het gebruik eigenlijk? Wat we zouden kunnen bedenken is, hoe kunnen we die twee nou bij elkaar brengen? Hoe denkt men over ons en hoe denken we over onszelf? Er wordt dus gevraagd om betrokkenheid. Als je betrokkenheid wil hebben, dan moet je dingen maken die andere mensen graag willen hebben. En je moet ze mee laten denken, je moet ze mee laten beslissen, je moet ze mee laten werken. Maar vooral dingen maken die anderen graag willen hebben. Dat moet wel op een wetenschappelijke methode gebeuren natuurlijk. Dat is niet iets wat we tot nu toe hebben, moeten we ook vooral vasthouden. Het moet toepasbaar zijn. Met een aantal bedrijven in Nederland werken we nu aan het aspect maatschappelijk uitwerken naast wetenschappelijk uitwerken. En dat moet je vooral vooraf doen, dat is wat we zouden kunnen bedenken. Effectiviteit en efficiëntie klinkt alsof dat heel erg marktgericht is, maar daar heb ik het ook niet over. Ook een wetenschapper kan efficiënt en effectief werken. Dat betekent dat je moet nadenken over wat je gaat doen en vooraf aan het einde wat je gaat maken en voor wie je dat maakt eigenlijk. Dat betekent dat er een veel betere balans wat mij betreft zou moeten komen tussen kennisproductie, behoud hoort daar ook natuurlijk bij, en het gebruik van die kennis. En dat moet je voorafgaand aan alles wat je doet bedenken. Niet aan het einde denken, oh ja, we zouden, hè, dat overkomen regelmatig. Althans vroeger, dat bouwfonds voor 1 miljoen opgraving had gedaan. En vervolgens ga ik naar de gemeenteraad en vraag, zullen we er nog een leuk boekje over schrijven? En dan zegt de gemeenteraad, ja, dat €5.000, dat hebben we niet meer. Dat is natuurlijk van de idiotie van de eerste orde. Aan het begin hadden we moeten nadenken wat we met die miljoen of met dat project gingen doen. En voor wie we dat gingen doen. Niet alleen maar een dik boek schrijven, dat is essentieel overigens, dat die kennis er is. Maar je moet meer doen met die kennis. En dat moet in het totale project zitten, aan het begin. Ik weet nog, nu praat ik als hele oude man, dat ben ik ook, maar 25 jaar geleden in de Betuwroute verklaarde iedereen ons voor gek dat we de uitwerking gingen incorporeren in het opgravingsbudget. Want dat was nog nooit gedaan. Terwijl wij hebben gezegd, ja, dat hoort er toch fundamenteel bij. Nu is het voor iedereen heel normaal. Toen was dat niet normaal. Toen ging je later uitwerken, als je gepensioneerd was, deed je al die uitwerkingen. Dat zit er nu ingecorporeerd. Dus mijn voorstel is, zorg er nu ook voor dat je aan het einde, en eigenlijk helemaal aan het begin incorporeert, wat je gaat maken en voor wie. Dat betekent dus, in voetbaltermen, dat je het veld breed moet maken. Want dat kan niet alleen met archeologie, je moet veel breder kijken. Ik zou willen pleiten voor het feit dat je van archeologie naar erfgoed gaat en van erfgoed naar identiteit en van identiteit naar imago en van imago naar het toepassen van dat imago. En dan hebben wij goud in handen als mensen die zich bezighouden met historie of geschiedenis in het algemeen, waarvan archeologie een onderdeel is. Want dan kun je het gebruiken. Iedereen is op zoek naar zijn wortels, iedereen op zoek naar zijn identiteit. Dat is ook eigenlijk de reden waarom wij zelf ons vak bedrijven. Dus, je kunt er op verschillende manieren naar kijken, naar welke dingen je dan gaat doen. Ik ga deze niet allemaal behandelen. Wanneer je er als academicus naar kijkt, heb je een bepaalde bril. Wanneer je als professional naar kijkt, heb je een bepaalde bril. Wanneer je als, ja, vanuit je normatieve bril naar zaken kijkt, dan ga je daar ethisch mee om. En die dingen, je kunt op allerlei verschillende manieren naar ons vak kijken en zorgen ervoor dat je je voortdurend realiseert op hoe je er naar kijkt. Ik wil dat even meegeven, want erfgoed is echt interpretatie. Het gaat over ons geheugen, het gaat over de geschiedenis, het gaat over ons verleden. Dat zijn allemaal dingen die totaal verschillend van elkaar zijn en vaak door elkaar heen worden gebruikt. Je verleden ziet totaal anders dan je geschiedenis. Dat is van tevoren worden bestudeerd en door mensen vastgelegd. Het verleden dat bestaat. En of het nou een 6 of een 9 is, kunnen we heel lang met elkaar over praten. Erfgoed kan een enorme waarde creëren. Het kan binding creëren. Het kan veel geld opleveren. En dat doet het over de hele wereld. En het is ook een manipulatief instrument. Wat een lastig woord. Dat klinkt een beetje negatief, maar mensen gebruiken het om een bepaald imago of een beeld te creëren. Wat stel ik nou voor?
En dat is wel lastig om buiten je eigen kaders te treden. Als ik naar in de meeste structuurvisies kijk, of in strategische visies van gemeenten, of wanneer ik naar het college van BMW loop en ik vraag, wat willen jullie met erfgoed, of wat willen jullie met archeologie, dan zullen mensen daar over het algemeen niet van wakker liggen. Dat is niet hun probleem. Ze hebben een heleboel andere maatschappelijke opgaves. En die maatschappelijke opgaves die zitten in een velde economie, sociaal-cultureel, in ruimte, waar ze zich dagelijks mee bezighouden. De vraag is nu, als we de boel eens omdraaien, om erachter te komen wat hun maatschappelijke opgaves zijn en welk erfgoed of welke archeologie we daarvoor zouden kunnen gebruiken en inzetten om een bijdrage te leveren aan die maatschappelijke opgaves. Dus als vakspecialist probeer ik er van de andere kant naar te kijken en binnen te lopen en te vragen, welke problemen liggen er eigenlijk bij jullie? Welke ruimtelijke problemen, welke economische problemen, welke sociaal-culturele problemen liggen? En welk erfgoed kan ik daarvoor inzetten? Jullie erfgoed uit jullie gemeente of jullie erfgoed uit dit plangebied? Want het geldt net zo goed voor Bouwfonds, die al dit soort opgaves ook heeft, of Heijmans. En dan kom je tot een hele andere discussie, want dan kom je met elkaar aan tafel en dan ga je samen een probleem oplossen. Dat betekent dus dat als je het hebt over gebruik, dat je je gebruik moet koppelen aan de maatschappelijke opgaves die er liggen. En niet, dat kunnen dus ook academische opgaves zijn, hè, overigens, want die zitten in het sociaal-culturele vlak. Dat kan net zo goed een academische vraag zijn. Maar denk er van tevoren over na en realiseer je wat je dan uiteindelijk met dat eindproduct gaat doen. Want dat is wat ik overal zie verwateren. Er komen allemaal boeken in de kast staan waar niemand wat mee doet. En er is ongelooflijk hoeveelheid kennis en er zijn heel veel gouden eieren waar ook niemand wat mee doet. Nou, hoe doen we dat dan? Dat betekent dus dat we, als je naar die colleges gaat, of naar in structuurvisies kijkt, dan zie je een aantal fundamentele problemen optreden. Die misschien niet direct op het archeologische vlak liggen, maar die wel waar archeologie en erfgoed een hele belangrijke bijdrage kan leveren. Erfgoed is hartstikke duur en we hebben er veel te veel van. En we hebben geen idee wat we er nou mee doen. Dat is het eerste probleem wat daar ligt bij heel veel mensen. Economie en toerisme, city marketing. Als je kijkt naar het gebruik van je identiteit, dat is vaak heel erg cosmetisch. Ook daar kun je met erfgoed een bijdrage leveren. En wat je vaak ziet is, er wordt bedacht bruisend woeren, terwijl, of bruisend naarden of weet ik veel wat. Terwijl als wij als archeologen of als erfgoeddeskundigen daar kritisch naar gaan kijken, kun je een werkelijk authentieke identiteit maken. Datzelfde geldt voor ruimtelijke ontwikkeling, sociaal-cultureel beleid. Daar is ook over het algemeen geen kompas voor. En dat kompas, dat kunnen wij leveren als erfgoeddeskundigen of als archeologen. Je zou daar... Ook wij hebben de wetenschap niet, maar we gebruiken daar een methode voor die in drie stappen geldt. En die gaat eigenlijk over, kijk nou eens, eerst eens goed wat je hebt. Welke identiteit heeft een gebied of een gemeente? Maak daar duidelijke keuzes uit. En die keuzes zijn gerelateerd aan je maatschappelijke opgaves. En gebruik dat uiteindelijk en geef het vorm. We noemen dat original footprint. Dat betekent dat je kritisch gaat kijken, niet alleen naar archeologie. Maar je gaat ook kijken naar je monumenten, naar je historische landschappen. Naar je folklore, naar je immateriële erfgoed. En probeer dat te koppelen aan de agenda van de plek. Die inventariseert. Wat je veel ziet bij stedenbouwkundigen of bij mensen die met ruimte bezig zijn, of bij toeristische beleidsmedewerkers, dat er altijd even naar het bovenste laagje gekeken wordt. En wat we dan gaan doen, als je dat voor archeologen zal dat bekend zijn, dat profiel wat je daar ziet. Het is wat mooier gemaakt om wat begrijpelijker te maken. Maar dat een stedenbouwkundige verkavelingslandschappen gaat terugbrengen uit 1800. Omdat hij denkt dat oud is, of dat hij denkt dat dat mooi is. Zonder zich te realiseren welke keuzes hij nou eigenlijk maakt. Daar kunnen we mensen bij helpen. Ga dus kritisch naar kijken en geef mensen vooral inspiratie. Want wij zijn geen stedenbouwkundigen. Dat betekent dus dat je van je archeologie, naar je erfgoed, naar je identiteit, naar je ambitie en naar je imago gaat. En dat zijn stappen die marketeers ook doorlopen, eigenlijk hetzelfde. Alleen die hebben onze informatie niet en wij kunnen ze dat geven. Dat betekent dat we verhaallijnen gaan maken. En verhaallijnen zie je linksboven staan. Een verhaallijn is geen verhaal, overigens. Een verhaallijn is een verbinding tussen het verleden en het heden. En vooral de toekomst.
Dat betekent dat je goed gaat kijken naar welke identiteit een gebied nu eigenlijk heeft. Welk erfgoed zit daar, welke identiteit kan ik daar van maken en welk imago kies ik daaruit. Want dat is ook heel belangrijk. Hè? Dat zijn allemaal heel erg subjectieve dingen. Het is niet zo dat je... De geschiedenis begint 1 seconde geleden en loopt tot in Nederland 300.000 jaar terug. Dat is enorm. Iedereen maakt daar keuzes uit. Alleen welke keuzes je daaruit maakt, laten wij voor een deel afhangen aan, van de agenda en de ambitie van het gebied. En dat staat aan de andere kant van die pijl. Wat ga je nou met dat gebied doen? Wat heb je eigenlijk nodig aan identiteit? En wat past het beste bij de mensen op dit moment? En dat leidt tot een thematiek of thema's en een verhaallijn. He, dat in gewone mensentaal, dit is geen wetenschappelijke taal zoals die hier staat, maar leidt dat tot dit soort schema's. Je maakt in feite concepten, gebiedsconcepten, die je vervolgens vertaalt aan een tafel en met mensen gaat bespreken. Die beslissen over die gebieden. Dat lijkt hierop, dit zijn meer concepten, pronkstuk, watertuin. En vervolgens ga je dat proberen te koppelen aan ambities. Welke ambitie heb je in dat gebied? En dan kom je tot dit soort schemaatjes. De bovenin staat weer zo'n verhaallijn of een aantal van die verhaallijnen die vertaald zijn voor de leek. En vervolgens onderin zie je, ik weet niet of het leesbaar is, maar ik ga er wel van uit, de functies die je in een nieuw gebied zou kunnen krijgen. En die functies die moet je koppelen aan die verhaallijnen of andersom. Dat wil zeggen welke functie, mobiliteit, onderwijs, wonen, past nu het beste bij welke verhaallijn. Of andersom, welke verhaallijn past het beste bij welke functie. Dat leggen we neer en daar worden keuzes uit gemaakt. Dan kunnen we afvallen, dan kunnen nieuwe verhaallijnen bijkomen. En dat wordt als het ware het kompas voor de toekomst. Zo'n verhaallijn is veel uitgebreider dan bovenaan overigens, die drie plaatjes. Die wordt helemaal, zoals dat in marketingtermen heet, geladen. Met heel veel verhalen en met heel veel authentieke, ik weet niet of dat het woord bestaat, maar authentieke identiteit. Maar in ieder geval met authentiek materiaal. Dat doen we gezamenlijk in co-creatie en daar mag iedereen mee aan tafel zitten. Wat je dan ziet gebeuren is een prachtige discussie, waardoor je ook een gezamenlijk doel creëert. Het vreselijke punt op de horizon van Maarten, maar er komt wel iets waar je samen aan gaat werken. En dan leidt dat uiteindelijk tot een gebiedsconcept wat gebaseerd is op zowel de archeologie als het historisch landschap, als monumenten, als folklore, als immaterieel erfgoed en wat al meer zijn, waarmee je verder kunt. Goed, wat we dus doen, heel kort, je inventariseert, je structureert, je zorgt ervoor dat je weet wat je hebt. Dat is heel essentieel en dat is een wetenschappelijke methode, je kijkt echt naar wat er in zo'n landschap, in zo'n gebied gebeurt. Dat koppelen we aan tijden en thema's, resumerend. Ik loop nog even die methode door. Dat kan allerlei thematiek zijn die ervoor zorgt dat je het verleden met de toekomst verbindt. Want de gezondheidszorg in de bronstijd is natuurlijk vergelijkbaar met die straks wat we willen hebben in een nieuw health campus ergens in Boksmeer. Dan vervolgens ga je kijken wat is er eigenlijk mogelijk in zo'n gebied. Welke ambities liggen daar? Is er vraag naar 2-kamer-appartementen? Is er vraag naar 201 kappers, grondgebonden woningen? Of is er vraag naar een toeristisch concept? Een heel ander aspect. Vervolgens koppel je dat met elkaar en kom je tot die verhaallijnen. En die geladen verhaallijnen, de werkelijke identiteit en authenticiteit van zo'n gebied. Wat je als kompas wil gebruiken voor de toekomst. Een branding, een ontwerp eigenlijk. Concept. En dat moet je uiteindelijk uitvoeren en laten zien. Want hoe krijg je zo'n verhaal nou tussen iedereen zijn oren? Dat doen we als laatste, moet je het ook vervolgens vormgeven natuurlijk. Want ja, een verhaal is leuk, maar wie leest het? Wie kent het? Als je het bedenkt moet het wel via allerlei media naar buiten komen en je moet het vervolgens ook gaan laten zien. Een gebied of een toeristische route moet er ook wezenlijk anders uit gaan zien als je deze methodiek gebruikt. En een huis of een woning of een gebiedsgerichte inrichting. We doen dat middels allerlei cross-media verbindingen, dat wil zeggen virtueel, fysiek en digitaal. Uh, het,
het concept wat daarbij hoort is dat je dingen kunt beleven, dat je ze kunt delen en toevoegen. Een beetje zoals mijn dochter met, op internet zit, als ze niks kan toevoegen, dan doet ze het al niet eens meer. En als ze het niet kan delen met anderen, heeft ze er ook geen zin in. Dus beleving is alleen niet meer genoeg. Het moet ook gedeeld en toegevoegd kunnen worden. Dat betekent dus dat je in die driehoek die daar staat, fysiek, digitaal en virtueel, aan het werk gaat om te kijken hoe je iets usable kan maken, zoals het in marketingtermen heet, maar hoe je het kunt gebruiken. Ik denk dat veel van ons werk, archeologisch werk, zo ben ik ook opgevoed, heel lastig voor mensen te gebruiken is. En dat we daarom zo desperat op zoek zijn naar draagvlak. Ik chargeer een beetje, want er zijn in Nederland al heel veel mensen die hiermee bezig zijn, hoor, overigens. Dus, maar een archeologie eetbaar te maken. Maar dat is voor de discussie wel handig. Dat betekent dus dat je gaat kijken hoe kun je gebieden fysiek inrichten op een andere manier. En dat je gaat kijken naar hoe kun je dat digitaal en virtueel, want dat is de methodiek om verhalen weg te krijgen, laten landen. En op deze manier, dan sluit ik langzaam ook af, proberen we eigenlijk die drie werelden te verbinden. En voor mij was het wel een eye-opener, dat we doen dit samen met marketeers en met gebiedsontwikkelaars, branders van gebieden, dat die naar ons toe kwamen en zeiden, ja, eigenlijk wat jullie doen, ik weet niet of jullie wel eens die borden hebben zien staan bij gebiedsontwikkelingen aan het einde, als al die woningen er staan, dan komt de bouwfonds en die vraagt aan de marketeer, kun je nog even een foldertje schrijven en een bord er neerzetten, want we moeten die huizen ook nog verkopen. Dat was vroeger geen probleem, want die werden als broodjes verkocht, maar dan zetten ze er een folder bij en dan ging die marketeer even op internet zoeken, wat is dat ook weer voor gebied, ik moet even iets verzinnen wat erbij wordt. En dan kreeg je een bruisend Heemstede of zo, of weet ik veel wat. Maar hij kwam naar ons toe en zei, ja, maar wat jullie eigenlijk hebben, ik doe hetzelfde, alleen ik kan dat niet. En andersom, proberen jullie ook iets met jullie vakgebied te doen, wat ik niet snap. Dus laten we die twee dingen bij elkaar brengen. Dat geldt ook voor het ontwerp. Want of fysieke ontwerpen, stedenbouwkundige ontwerpen, toeristisch ontwerpen allerlei andere type werkzaamheden, die zijn niet doordrongen van een goed kompas, of die hebben geen goed kompas bij zich. Ook een stedenbouwkundig concept gaat er heel anders uitzien als je goed gebruik maakt van je identiteit. Dat leidt uiteindelijk tot een heleboel dingen, en dit is meer een soort van reclameplaatje, maar het zou ook net zo goed voor ons als vakgebied kunnen gelden. Je krijgt een authentieke identiteit, een kompas waarmee je kunt werken. Je krijgt betekenisvolle ruimtes. Die leveren wij, hè? Daar hebben wij de gouden eieren voor. Heel essentieel in deze tijd is dat mensen zich willen onderscheiden in gebiedsontwikkeling en dat ze daarom goede verhalen erbij willen hebben. En mensen hebben direct door of een verhaal wat bij zo'n gebied past authentiek is of niet. De meeste mensen weten veel beter dan wij wat er in zo'n gebied heeft gespeeld, althans kort geleden. Dus die kun je niet bedotten met allerlei gladde marketingtermen. Het leidt uiteindelijk ook voor een ontwikkelaar en voor een overheid tot kostenbesparing in de zin van wat gaan we nou precies kiezen. Je kunt efficiënter en effectiever je geld inzetten. En in mijn beleving leidt het ook tot duurzamer erfgoed, omdat dingen vanuit een hele andere visie worden bewaard dan alleen maar vanuit het moeten. Mensen willen dat dan op een gegeven moment ook graag behouden. Want als je je realiseert wat daar zit, dan wil je het ook handhaven. Als iets gebruikt wordt en als iets gewenst behouden wordt, is het veel duurzamer. En het leidt uiteindelijk ook tot sociale cohesie. Kortom, laten we proberen om veel meer te gaan nadenken over, vanuit mijn perspectief althans, en ook misschien wel vanuit de academie, over waardecreatie. Probeer ervoor te zorgen dat je dingen maakt die mensen graag willen hebben. Dat betekent dat we erg goed breed moeten kijken. Niet alleen maar archeologie, maar koppelen aan zowel de rest van de gebiedsgeschiedenis en het erfgoed, als aan de maatschappelijke opgaves die er liggen. Daarvoor hebben we wel degelijk een gedegen kennis nodig. Want je kunt geen rommel verkopen. Dus we moeten zeker weten wat we hebben. Maar van tevoren nadenken over wat je dan gaat bestuderen en hoe je dat gaat gebruiken. Dat betekent dat je het goed moet structureren en afbakenen. Ik ben van oorsprong ook historicus, naast archeoloog. En mij is altijd geleerd om de geschiedenis heel goed te structureren, want het is veel te veel. Creëer verhaallijnen en zorg ervoor dat iets ook usable wordt. Gebruiksvriendelijk.
We zouden dat in onze PVE's kunnen doen. En ik snap ook niet waarom dat eigenlijk niet gebeurt, want die hebben toch allemaal zelf verzonnen. Waarom schrijven we daar niet in dat we er wat mee willen? Dat kunnen we toch gewoon doen? Niemand verbiedt ons dat. En we zouden kunnen nadenken over een concept van wetenschappelijk naast maatschappelijk uitwerken. En ik kan met de ADC, met de VU, zijn we daar nu mee bezig. En dat is een prachtig project, waarin je goed gaat nadenken, heel praktisch. Ik heb aan de ene kant, als er toch een landschapsreconstructie wordt gemaakt, waarom zorg ik er niet voor meteen dat die zomaar aangeleverd wordt, dat ik hem op mijn telefoon krijg en dat ik als mensen straks op de fietsroute zitten, dat ding wel kunnen zien. Waarom gebeurt dat eigenlijk niet? Goed, dat was mijn conclusie.